Wij doen samen de bakkerij al 22 jaar. En daarvoor hebben we de zaak overgenomen van mijn ouders. Die hebben het van mijn opa en opa overgenomen. Toen we hadden besloten van, dat de zaak verkocht zou worden, hadden we zoiets van, maar hoe leggen we al die jaren vast? Met herinneringen, met wat je allemaal mee hebt gemaakt. En zo is het balletje gaan rollen. Om te zeggen van ja, dat moet je gewoon vastleggen als naslagwerk voor jezelf, voor je, ja, voor herinneringen. En ja, daarom is het... En ook als cadeau zijn er voor personeel. Ja. Dus dat, hoe wij de afgelopen 20 jaar hebben gezien. Met ook allemaal foto's van hun erin en anekdotes en ja. Precies, het grote afscheidsfeest. Met dat, ja, dat kan gewoon niet doorgaan inderdaad. We hebben nu zo het georganiseerd dat de personeel komt per drietal in de winkel, zoals het nu ook gaat als klant zijnde. En dan nemen we eigenlijk alleen van het personeel afscheid door per drie in groepjes te laten komen. En ja, dat is ons afscheid. De klanten die we zien bedanken we, hebben we een kleine attentie voor. En ja, ook helaas kan dat niet anders dan zo doorgaan. Ja. We hadden wel iets anders voor ogen in eerste instantie hoor, maar dat kan gewoon nu niet. Nee, dat is wel jammer. Ja. Ja. Oh, onze leukste herinneringen zijn wel dat je het samen doet. Samen doet en alles wat hier in de bakkerij gemaakt wordt, dat je het voor in de winkel mag verkopen. Dat is wel het mooiste. En dat je iedere dag gewoon het lekkerste verse brood kan maken. Familiebedrijf, veel personeel, goede band met iedereen. Ik ga nog de eerste maanden mee naar Bakkerij Nolle. En als dat allemaal goed gaat, blijf ik daar. En Cindy neemt een tijdje rust. Ik neem een time-out. Ja. Ja. Ik ben nog te jong om, en ik zit nog wel vol ideeën om iets te gaan doen, maar voorlopig nog niet. En het is nog niet duidelijk wat het gaat worden. Nee, we gaan het zien. Ja. Bedankt voor alles. Ja. Ook voor de trouwe klandizie en dat jullie het vertrouwen in ons hadden. En succes en gezond blijven. Ja. Ja.